Dijkerse heer Mohamed Ghaffar heeft via de notaris een perceelland gekocht bij een perceeleigenaar met een beschikking van een domeingrond. Achteraf bleek dat dit perceelland behoort tot gronden aan plantage Honoribo. Het bestuur van Honoribo claimt er gronden en Ghaffar krijgt geen toegang tot het perceelland. We brengen u het interview met Mohamed Ghaffar en van de andere partij, de voorzitter van plantage Honoribo, David Auguste. Meneer Ghaffar, ik vertel u in het vorige gesprek dat ik bij een grond en nu ik blijkt dat ik trasma dit op grond voor jou, atro. Ja. Maar dat kan. Nou, de man Honoribo is daar zijn door van grond. Ja. Ik wil maar zeggen een grond die jou dat want dat ik je na rechtmatige eigenaar en milieus, want een stuk op zijn zo rond dat je bij een grond. Maar dat van Honoribo kan komen plotseling dat je een grond naar ding. Laat je over de grond gaan, als je bij een grond. Maar je bij een grond, je gaat naar notaris, je maakt alle overeenkomst, alle papieren. Dat van dan toch nou een grond even moeilijk je voor gaan naar tapu. Nou, de man moet Honoribo uit de zand doen. Je wilt dat naar de maf Honoribo? Mijn wilt dat naar maf de maf. Altijd wat voor de man kwam aan beursman. De maf dat ja, koolie van principe, apres aan een vrouw, kwee. Dat net op klimaatprecie, dat maf de man kan stoppen aan precie. Om een ding. Wat ben je apresie voor jullie? 4 hectare. Zijn sinds je bij een saaier dat pa precie. Dat mijn boek kook krimen dat mijn boek weer kabo na de mijn moeilijk me. En nou je normaal doen dat pa grond? Nee. Maar even naar je grond, je gaat naar school toe, tak school voet leg school toe uit, tak is maar de illegaal tap je grond. Mij gaan naar school toe, dat school toe, tak normaal doen next de kwam door water. Je doet dat die? Ja, mij doet de kwam door water. Zou je er wat doen? Dat adorabel zijn we dan zijn niet afvocat bos en we gaan doorwaarder. Dat mijn aanbod moet opbouwen. We begrijpen de situatie. Ik ben een grond en een ferie. Ik ben een grond dat je in een mango tapi eigen grond. Zou je een concreet moest opzetten? Dan moet je een operatie van een grond. Je bent naar DC? Nee, mijn ogen laat zien, maar mijn ogen laat de bio voor reizen. Maar amang sang de nood op je grond. Je aksa mang fa du belanda dape. Oké, afvateer ik wat ik Honoribo pote. Maar zo'n papier aan het abi? Amana, no papier aan, no sok aan het abi. Dat mijn go, dat mijn jak bin de go. Apres aan een vuur. En je bij een grond via notaris? Ja, notaris me bij een motor. Wat ik in feite kan doorgeven, is dat zijn dat de gronden in feite boedelgronden zijn. De grond naar boedel, er is een bestuur. En in feite ik ga om een verpachten van gronden. Maar er kunnen in feite dan geen gronden toegewezen worden aan mensen alvorens men het opneemt met het bestuur van Honoribo. Het is voorgekomen nu dat de overheid gronden behorende aan Honoribo toegewezen heeft aan derden. Maar ik was maar bij een grond naar een man in Honoribo. Sabi heeft nou een grond staan voor Honoribo. Maar bij een grond en dat plotseling meer een grond en behoort naar Honoribo. Voor dat kan? Ik denk dat Aman is bij Agrong naar Honoribo. Na lek van mij dat hij ego om grong die landi wijzen toe naar derde. Landi ben denk dat den grong dat na domein grong. Maar te je luku a karta en je luku wi transport. De je tak den grong drapen na bakarijs deik. De grond zou je behoren naar de erfgename voor Honoribo. Maar heeft mij een pis papieren voor een verkoper van Sergimi. Van mij om naar een pistool dat hij
PE bleek achteraf dat hij agrong aan de voemi, agrong aan de voepernasi. Voor dat ego toe. Maar dat meest sorry, brada, jami denanga mi transport en na lek van mi sorry dat hij nog aan trasma. Mijn oma tak abraceris ref, want ego asana onverdeeld boedel, dus noa erfgenaam noma go over tot a serie fu grong. Dus if wa man tak abay wan grong, tap onoribo grong, da aman dat a probleem omdat a grona onverdeeld boedel, wi noma ser den grong. Maar if a man bay, en a man no sabi dat noa grong fu onoribo, fa a man kan onderscheid dat die dan. Wel dat probleem dat hij, mi vind dat probleem dat dan na lantipot aman dat na in a probleem want na lek van mij taki lanti ben denk tak den grond dat na domein grond en lanti wees den grond dat tu nasma no honorable ekong de erfgename ekong en de honorable sma ekong tek den grond pewe komiti nanga den papira dat hij lanti wees grond tu nasma. En in feite, ala den sma dat hij moest gwen na lanti, omdat hij den grong na honoribo grong. Maar mi na baya grong na lanti, mi baya grong na wang, wang mangsa sede ki mi na fa, mi moest gwen na lanti dan. Maar dat mes hoor yo brada fe smale, in feite mi notak dat anon mi probleem, omdat misref e firi gi amandis di baya a grong, maar mi de slechts lek voorzitter fu a bestuur, en de nasate de erfgename e tegi mi tak brada no amang no man kong tap den grong fu honoribo. Dus sa amang dis mus du, amang mus go terug na lanti omdat hi mi no man du next ji amang. Wel u kan taki, mi nang amang kan taki omdat hi go om ongeveer 3 hectare grong honoribo no defan plan ook tu fu kan poer den sma, maar wel u kan sluitu a huur overeenkomst nang a den sma. Ik kom vaker voor dat de soort gronddisputen die ze kunnen per nasie voor? Meneer Vismalen, het gaat om hectare gronden die Lanti wezen verkeerd toe nasma. En ik ga om wat hectare die ze op een mentori no no de nakuru toe die Lanti wezen verkeerd toe nasma. Honoribo op duizend sma. En nu den sma, ik kom op die de rechter dus. No den sma die we met die alle den gronden sma no bouwsani. Pes manak soso draadpaal, ala den goron dat hij wo tek baka kon baka na in abusam fu honoribo. Wie is desma we bouwan also? Wel dan nga desma dat hij abostuur wan taki, fu we kan sluitwa huur overeenkomst nga desma dat hij. Sot boskopu ya gisma se bay goron na perna, in a pernasi gebied? Wel, mi wan tegi ala desma dat hij, we begreep dat lanti mek wan verkeerde stap, en na in den DDC, yo yere dat abestuur en de erfgename fu honoribo o opo, fu kan tak nanga lanti omdat ego om duizenden hectares grong di lanti gi verkeerd weg. Mi wat egi alasma, fos yo bay grong baka reis deik, wins yo bay grong nawasma, mek asma gona ef a grong dati ano honoribo grong. Omdat de meeste grong drape baka reis deik, de honoribo grong nanga osembo grong. Met tegi etawal is dat lantigi grong verkeerd toe nasma, dus te yu bay a grong akang dat yu kong na in probleem nanga a bestuur fu honoribo. En mi wan tegi tak na wan bestuur nomo dena in honoribo, mi wan tegi alasma fu sranang dat no dusak nanga noa stichting di pewang honoribo e konfor na ini, ma du yu sani soso nanga a bestuur onder leiding fu Amrabasi Auguste David. Utak dan net nanga a voorzitter fu honoribo en amale hoop ti fini uit over a heer gronde spudisi pe yu verteru nu in ni tapa a gebied pe yu tak yu aba grong. Ma voorzitter leg ma heer trasan uitak a grong nawa honoribo grong. Fa yu yu kon a grong kom aksi dat eerste? Mi baya grong menen pinas. En menen pinas dede nu? Ja, dede ya. Maar voor wie daar liep hij? Maar meneer Pinas, zeer grong jullie naar alle papieren? Ja, ja, alle papieren daar. En ik heb ook een grong en ik heb ook een grong in het tapasiem gebied voor jou. En dus maar dat ik denk, met de zaak naar een honoribo in het sapje. Maar met mijn liefde, ik heb een prijs aan mij,
Wie bij een petitie naar meneer Pinas? Familie denk je voor Assan. En dan kan je een fout voor ons bij Agro naar Aman. Want zonder een papier is een man bij Agro. En je hebt toen. Een soort papier? Een groen papier is Aman. Zeer Agro. En je hebt toen plantage. Je hebt een honoribo en je hebt een honoribo. Dus aan dat na land die hebben moeite tapen het hè, zoals dan denk en want als je maar dat niet belet, want dan uit en als dan de zo'n probleem is dan niet, zij de abbestuursrefi, no ben go tak nanga overheid, fos akona unu, want jap om een buru dat pena bakasi na 100 200 kou, ala den presi dat pena aan honoribo, zij de desmane go a bestuur nego vet na desma of poorden. Want unu ano wasma of wan furu u frego da u bou nesi dape bou bigi oso bou bigi stal opo bigi presi na alasani. Dus mi negi a bestuur wan skuld of wan sani. Maar a bestuur mus ben go onderhandel eerst na nga overheid fos desma ekong na unu. Wan onderzoek coördinatori is want te op een land die grond, dat is mij kom maar als ik het goed heb, hè, meneer Augusta. De grond voor een horribo, ik kon aantap een misori a ouro karta voor Sranang, dat die de aan een horribo lek van aman die staki, me kan sorry na tap a transport taki, a eigenaar die be ap een horribo, be ap grond ook to baka race deik. Die ubay a grond na a rei a eigenaar, ubay na nga ala den grond, na reis dek dus kom annexes dat wat ik den grond aan honoribo na grond sa e behoor na honoribo dus de man om sheleka aan na walanti sani dat wat ik de aan gronde aan honoribo gronde baka reis dek e behoor tot honoribo gronde dus a kom annexes dat wat ik behoren tot verbonden aan dus a aan dat wat ik den grond dat die de man verbind den grond dat die nanga apernasi honoribo.